Wanneer we niet blijven steken in zo'n dualiteit, in een dualisme, dat wil zeggen het verklaren van alle dingen uit tegenstellingen of verhoudingen, alles is relatief. Wanneer we daar niet in blijven steken, wanneer we erachter komen dat relativisme, in wat voor vorm dan ook, eh, of het nou eh, oorlogsrelativisme is, er is altijd een tegenstander, of het nou... Emotioneel en sentimenteel relativisme is, hè, romantiek, liefde is alles, of het globale relativisme van de, Chine, de Chinese cultuur, vooral het yin en yang. Wanneer we zien dat dat nergens dat dat op een padstelling uitkomt, op een tegenstelling, dan kunnen we gaan kijken naar wat is nou echt onze ervaring en hoe kom ik, als het ware, stijg ik boven dat dualisme uit. Als je nou naar onze ervaring kijkt, dan zie je dus vaak dat eigenlijk je eigenlijk uh, altijd met drie verschillende ervaringen te maken hebt. Um, bijvoorbeeld, als ik kijk naar uh, mijn, mijn band met de realiteit. Hè? Nou, we leven in een wereld, daarin zijn we bezig. Daarin kun je eigenlijk drie verhoudingen onderscheiden ten opzichte van die realiteit. Namelijk, um, ik kan. Werken met die realiteit. Ik kan die realiteit omvormen. Ik kan iets gaan maken. Ik kan een boom omhakken. Niet in mijn eigen tuin natuurlijk, maar in die tuin van de buurman en dan kan ik een stoel uitmaken. Um, ik kan uh, een steen zo verhitten dat er metaal uitkomt. En dan kan ik dat metaal kan ik gebruiken om ...mes en vork te maken, of een auto, of ook wapens. Dus we zijn eigenlijk altijd bezig met in onze omgeving te kijken naar... ...wat kan ik veranderen? Uh, wat kan ik uh, aanpassen? Wat kan ik mooier maken? Um ja, Nederland is nou eenmaal een, een land waar, uh, waar je niet in de open lucht kunt leven. En helaas hebben we ook geen rotsen of bergen. Dus in grotten kunnen we ook niet leven. Dus al, ja, we moeten iets in die natuur doen om een huis te bouwen. En omdat het ook leuk moet zijn voor de buren uh, en voor onszelf, maken we er ook nog een mooi huis van. Dus het, we, willen niet alleen, we willen niet alleen een nuttig huis hebben, maar ook een mooi huis. Nou, dat is dus het aspect van het werken. Maar we hebben ook vriendschappen. En we hebben mensen waar we van houden. En dat is een hele andere houding, althans dat hoop je dan. Want je gaat niet de mensen proberen te veranderen omdat je van ze houdt. Je gaat niet de mensen veranderen, maar je gaat iets geven aan de ander waar ze iets mee kunnen. Je kunt iets geven om je liefde uit te drukken. Je kunt iets geven waar de ander door zich gelukkig voelt, omdat je weet dat hij daar gelukkig van wordt. Um, je kunt ook je kinderen iets geven. Ja, je gaat die kinderen niet vormen tot iets, dat is in de opvoeding. Je gaat ze niet maken naar jouw ideaalbeeld van hoe een kind zou moeten zijn. Nee, in de, uh, in de opvoeding, ook al is opvoeding ook iets waar je een vak, van, als een vak kunt beschouwen waar je wijsheid voor nodig hebt... In een opvoeding ga je niet een kind maken zoals je wilt, maar je gaat het kind dingen geven zodat het zijn eigen leven kan maken, zodat het verantwoordelijk kan zijn, zodat het op zijn eigen benen kan staan, zodat het zijn eigen talenten kan laten, laten opbloeien. Dus de houding naar mensen is al heel anders dan de, de houding eh, ten opzichte van materie. Materie is materie, daar hoef je niet persoonlijk of moreel mee eh, rekening te houden, maar. Mensen wel. Mensen moet je respecteren. En wat leuk is, wat mooi is, is dat je ook vrienden onder mensen kunt hebben. Nou, dat is al een uh, andere uh, houding ten opzichte van de mens, ten opzichte van de natuur. Um, en dan laat ik even in het midden wat je met de levende natuur doet. Hè? De, dus, dus de niet-menselijke, maar wel levende natuur. Dat is in feite een gebied er een beetje tussenin. Dat is een combinatie van, uh, uh, van, 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 van ja, de mens en dode materie soort een, een tussenstation ergens, maar er is nog een derde niveau. We kunnen ook naar die realiteit kijken zoals die is en dat wil zeggen zoals we hem um, niet willen veranderen of niet kunnen veranderen, omdat we niet de macht daartoe hebben, maar ook omdat die realiteit in zichzelf zich niet kan laten veranderen. Daar kunnen we over nadenken. We kunnen over de noodzaak, verschillende niveaus van noodzakelijkheid in de natuur nadenken. Noodzaak, dan denken we vaak aan iets dat we moeten doen. Maar noodzaak kunnen we eigenlijk ook inzien als iets wat we moeten aanvaarden, omdat het zo is en niet veranderd kan worden. Dat is eigenlijk de ontdekking van het wetenschappelijk denken. Er zijn dingen in de natuur die zo zijn zoals ze zijn en die kunnen we niet veranderen. Die kunnen we niet. Uh, ja, anders maken. Uh, bijvoorbeeld in logica. In logica zoek je bepaalde beredeneringen en principes van beredeneringen die absoluut zijn. Die kun je uh, niet veranderen. Uh, ook ook in, in de fysica. Wanneer je uh, de elementjes probeert te zoeken, de deeltjes of elementen, waaruit de materie bestaat. Dat is een zoektocht die al ontzettend veel geld heeft gekost, waar de mens ontzettend mee bezig is. Het is heel fascinerend met al die deeltjesversnellers en. We hadden eerst moleculen, toen kregen we atomen, toen hebben we allemaal kwarks en andere nuons en elektrons en al die andere deeltjes. Dat is in feite het zoeken naar de deeltjes van de natuur waaruit de natuur is opgebouwd en die verder niet meer te splijten zijn, niet meer te delen zijn. Dat noemen we dus de elementen. Nou, of we dat ooit zullen vinden, dat is een andere vraag. Ook een hele belangrijke vraag. Dat is namelijk de, de meest. Elementaire wetenschappelijke vraag. Nou, we kunnen dus in feite, ten opzichte van die realiteit, kunnen we drie niveaus van begrip uh, of ervaring, eigenlijk. Uh, de manier waarop we ermee omgaan, kunnen we onderscheiden. Ik heb een materie die kan veranderen. Ik heb een realiteit ook. Uh, die niet zozeer materieel is, maar ja, universeel met allemaal dingen die ik niet kan veranderen, die irrationeel zou zijn om überhaupt uh, anders te begrijpen. Die kan ik maar op één manier begrijpen, anders, ja, anders klopt het niet. En binnen die realiteit van onveranderlijke dingen, en ik kan dus ook nadenken over onveranderlijkheid, um, die veranderlijke, maar ook onveranderlijke waarheden, relatieve en absolute waarheden, kan ik ook. Eigenlijk, en dat is het leuke, kan ik ook zelf keuzes maken. Ik kan keuze maken om iemand te respecteren en daarmee bevriend te raken en een menselijke relatie aan te gaan. die verder gaat dan uh, een, andere, een ander iets veranderen, iets veranderen, maar die in zekere zin ook een verrijking is, omdat de keuze voor je vrienden is niet noodzakelijk dat is. Je bent het meest vrij in. Uh, het kiezen van je vrienden. En je bent vrij in het geven, kosteloos geven aan je vrienden. Dat is een hele aparte ontdekking binnen de vriendschap. Dus je ziet die drie niveaus. Daarin zie je alleen al dat er bij de mens in zijn wereld sprake is van een soort van drie-eenheid. Daar gaan we volgende keer over verder.